Hey, vandaag maken we een heerlijke feestcocktail, namelijk de Sparkle and Spice, een signature van mezelf. Een cocktail die zowel als aperitief als digestief kan gedronken worden, een all-night sipper. En wat hebben we hiervoor nodig? Een long drink die we gaan vullen met ijs. Dan gaan we beginnen met ons eerste ingrediënt, namelijk de Bacardi Spiced, de vroegere Bacardi Oak Heart. Een spirit drink, dus eigenlijk een rum geïnfuseerd met verschillende kruiden. Ideaal om te mixen en perfect in deze heerlijke cocktail. Daarvan gebruiken we 5 centiliter. Tweede ingrediënt, vers limoensap. Ja, vers geperst. Daarvan dus 1,5 centiliter. Zo. En dan een bruine suikersiroop. Waarom een bruine suikersiroop? Voor mij zijn de feestdagen ook natuurlijk gelinkt aan pannenkoekjes. Pannenkoekjes liefst met gezouten boter en een beetje bruine suiker. Dus ik wou dat idee eigenlijk terugbrengen in deze Sparkle and Spice cocktail. Dus ik heb een suikersiroop gemaakt, maar in plaats van witte kristalsuiker te gebruiken, heb ik bruine bastardsuiker gebruikt. Daarvan 1,5. Zo, klaar. En dan ons laatste ingrediënt, de sparkle in onze Sparkle and Spice, namelijk Perrier Sparkling Water. Die gaan we optoppen. Zo, de sterke bubbel is zeer welkom in deze cocktail. We gaan toch even roeren, zodat alle ingrediënten mooi samenkomen. En afwerken doen we met een gedroogd limoentje. Dit is hem, onze all-night sipper party time, Sparkle and Spice. Cheers! Tijd voor een vegetarisch hapje nu op basis van knolselder, paprika en pikante ricotta kaas. Het is niet zo moeilijk, maar ik moet zeggen dat ik een klein beetje getriest heb. Ik heb namelijk mijn knolselder en ook mijn paprika al een uurtje geleden in de oven gezet. Gewoon dikke schijven snijden. We gaan dan met zo'n uitsteker gaan we daar rondjes uitsteken. En we gaan die dan bakken in gewoon een klein beetje olijfolie. Goed kruiden met peper en zout. Die puntpaprika's. Je weet, als je schil van de paprika's haalt, dat is veel lekkerder. Dan kun je dat beter verteren ook. We gaan die geroosterde paprika's gewoon in sneetjes snijden. En wat ik ook ga doen met de knolselder, is daar redelijk veel tijm over doen. En als je die dan omdraait, dan blijven die eraan plakken. Hè. Nu gaan we onze ricotta een beetje opwerken. En ik ga dat doen met een beetje harissa. Ik vind dat super lekker. Het is natuurlijk wel pikant. En dat gaat ervoor zorgen dat er toch zo'n beetje kracht in ons gerechtje zit. Een beetje zout erbij ook. Voilà. Dat is ook klaar. Wat ga ik nog gebruiken? Er zijn wel noten. Nu, je weet, als je met noten werkt, kunnen die best even opbakken. Veel lekkerder dan gewone rauwe noten. Hè. Kijk, en daarom ga ik een deel ervan zo over onze knolselder doen. Zo eenvoudig is het, zie. Het hoeft niet moeilijk te zijn, hè. Dan gaan we onze knolseldertoastjes afwerken met onze geroosterde paprika. Een beetje ricotta. Voilà. De nootjes, die komen er ook nog bij. En dan krijg je echt zo, ja, een soort herfsthapje. Klein takje tijm. Zie je eens. En dan hebben we een heel tof, maar vooral ook een vegetarisch hapje. Voilà, zie. Dan zijn we klaar. Een toastje van knolselder gebakken met daarop geroosterde paprika's, harissa ricotta en geroosterde nootjes. Smakelijk.